In een bedrijfspand in Zuidoost is vanochtend vroeg geschoten. Daarbij is een 35-jarige man zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is door de brandweer uit het pand gehaald en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Wij kregen iets voor 6 uur melding van een schietincident op de Stekkenbergweg in Amsterdam-Zuidoost. Nou, dat was in een bedrijfspand en zeer vermoedelijk heeft daar een feest plaatsgevonden. We zijn eigenlijk direct ter plaatse gegaan en de recherche doet daar uitgebreid onderzoek. Onze specialisten van de forensische opsporing doen sporenonderzoek. En de recherche die spreekt met getuigen. Een omstander die niet voor camera wil komen zegt dat er wekelijks feestjes worden gehouden in het pand. Ingebouwde feestverlichting doet vermoeden dat dit niet de eerste keer was. Maar waarom het dan deze keer zo uit de hand liep is nog niet duidelijk. Hoe en wat er allemaal op dat feest heeft plaatsgevonden, dat weten we op dit moment niet. Dat zullen we ongetwijfeld meenemen in het onderzoek. Ook de hele voorgeschiedenis van dat pand. Maar op dit moment kan ik nu niet specifiek ingaan op die locatie. Voor ons is op dit moment één ding heel erg belangrijk en dat is wat was de aanleiding dat daar überhaupt werd geschoten. Want dat is echt de cruciale vraag in ons onderzoek. De politie is hard op zoek naar getuigen. Bij een feest, daar zijn natuurlijk veel mensen bij aanwezig. Dus er zijn ook zeer waarschijnlijk veel mensen getuigen geweest. We willen heel graag spreken met de mensen met wie we vanmorgen nog geen contact hebben gehad. Maar het kan ook goed zijn dat de mensen beelden hebben. Wellicht van een smartphone, van een dashcam, van mensen die zijn weggereden, weggelopen. Mensen die andere soorten beelden hebben, die zijn voor ons echt van cruciaal belang. En op het moment dat mensen toch een beetje huiverig zijn om met de politie te praten, dan willen ze ook nadrukkelijk meegeven om eventueel contact te leggen met Misdaad Anoniem. Dan kun je anoniem je informatie delen, je beelden delen en dan blijft jouw identiteit verborgen voor de politie.